Welkom bij deze raadsvergadering. We beginnen bij agenda punt 1, opening en mededelingen. Als mededeling hebben wij dat meneer Van der Grampel en meneer Wilds, beide van de ChristenUnie, afwezig zijn. Zijn er nog mededelingen vanuit de raad? Geen mededelingen. Dan zijn we bij agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Zijn er toevoegingen of wijzigingen op de agenda? Ook niet. Dan agenda punt 3, openbaarmaking besluit, besloten raadsvergadering met betrekking tot aanbeveling herbenoeming burgemeester P.H. Snijders. En ik geef het woord aan meneer Breukelman, voorzitter en woordvoerder van de Vertrouwenscommissie. Dank u wel, voorzitter. Als voorzitter van de Vertrouwenscommissie zou ik vanaf deze plek graag het besluit openbaar willen maken dat de gemeenteraad van Houdenberg heeft genomen met betrekking tot de aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester P.H. Snijders. Zijn eerste termijn loopt af op 1 oktober 2017. In een gesprek met de commissaris van de Koning heeft hij aangegeven graag voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Op 28 februari 2017 is de verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Houdenberg 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De Vertrouwenscommissie werd gevormd door de fractievoorzitters, aangevuld met de griffier als secretaris en wethouder De Vent als adviseur. Naar aanleiding van het vastgestelde toetingskader zijn er de afgelopen weken gesprekken gevoerd met zowel interne als externe informatiebronnen. Vandaag heeft de Vertrouwenscommissie haar bevindingen aan de gemeenteraad gepresenteerd. Hierna heeft besluitvorming in de gemeenteraad plaatsgevonden. Graag deel ik u mede dat de gemeenteraad van Houdenberg heeft besloten om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan te bevelen om de heer P.H. Snijders te herbenoemen als burgemeester van de gemeente Houdenberg. Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van de Raad van de gemeente Houdenberg op dinsdag 9 mei 2017. Dank u wel. Dank u wel. Als er vragen of opmerkingen zijn, dat kan wel, maar dat kan alleen gaan over wat meneer Breukelman zojuist heeft uitgesproken en niet over wat eronder ligt en wij in de besloten raadsvergadering zojuist hebben besproken. Ik ga er dan ook vanuit dat er inderdaad geen vragen of opmerkingen zijn. Heel goed. Hartelijk dank. Dan zijn we bij agenda punt 4, de rondvraag. Zijn er mensen die iets voor de rondvraag hebben? Niet. Dan zijn we bij agenda punt 5 en sluit ik deze vergadering. Hartelijk dank.